Dag Kees. Hallo, hoi. Ben je op de hoogte van het nieuws? Nee, eigenlijk niet, want ik leef al drie dagen in isolement. In isolement? Ja. Oké. Okay. Mensen zien wel. Ja, nee, dat is niet waar hoor. Maar je krijgt weinig mee van het nieuws. Ik heb hier in het station even een krantje meegepikt. Okay. Maar eigenlijk is het veel te gezellig om kranten te gaan lezen. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb even koffie checken, maar vandaag was weer een hele volle dag. Het begon weer heel vroeg en het eindigt weer laat. We hebben gespreksgroepjes gehad, ochtendgebed. Ja, dat was ervoor, ja. Maar ja, gespreksgroepjes ging trouwens ook wel een mooi onderwerp. Kwam er iets uit? Ja, eigenlijk wou er nog steeds niet helemaal uit. Maar ik kan er heel lang over doorgaan. Maar wat kunnen we erover zeggen? Dat hoop samenhangt met geloof en liefde. Ja, dat is het 3-1-1. Ik hoop eigenlijk heel erg samenhangt met geloof en liefde, want zonder hoop kun je ook geen liefde uitdijgen. Kun je geen liefde beleven. Oh. En mensen die een hoop verloren zijn, die moet je zorgen dat ze een hoop weer terugkrijgen. Hoe doe je dat? Daar hebben we het over gehad, dat is heel moeilijk. Ja. Ik denk dat het vooral zit in kleine dingen. Kleine gebaren. Waar iemand ziet van, kijk, er zijn nog mensen die ergens in geloven, En wat hebben jullie de rest van de dag gedaan, na het gebed en na de ontmoeting? Nou, ik kreeg weer heerlijk blikvoer in de Ahoy. Blikvoer? Nee, we hebben eerst geluncht. Nou, lunch niet. Oh nee, dan kreeg ik nog geen blikvoer. Nee, dat is waar, dat was zaterdag. Lekker wakker, Kees. Heerlijke chocolade. Goed dat je zo moe bent. S'avonds. We hebben heel leuk gedanst en gezongen. Volgens mij zijn er ook filmpjes van. Ja, het was over volgens mij is het evangelische battle muziek. Het is echt. Amen! Halleluja! Praise the Lord! Bless you! Halleluja! Battle. En wat moest je na afloop doen, Pieter? Wat een afloop? Ja. We moesten 21 mensen vertellen, I love you. Oh, ja, 21? Oh. 21 dus bij deze, I love you. I love you. Ja, dan heb je gelijk 500. Tegen verschillende mensen die het kennen. I love you in the name of Jesus Christ. Ik was naar een hele andere workshop geweest. Dat was heel leuk. Waar ben jij geweest, Kees? Meer inhoudelijk. Ging over, meer inhoudelijk? Ja, meer, dat is een mooie boodschap anders, het, hoor. Ik vind het heel jammer dat ik die van jullie heb gemist ook. Ja. Zeker weten. Maar dit was ook interessant. Het ging over het eerlijk verdelen van, hoe zeg je dat? Resources? Grondstoffen. Precies. Eerlijk verdelen van grondstoffen. Dus echt over wereldproblematiek. Maar wel van wat kunnen wij zelf doen. Een mooie benadering, dus heel erg van wat kun je doen als consument en als werknemer, wat kun je doen als stemgerechten. Nou ja, zit te lachen. Ik vind het leuk. Okay. Corine is er ook geweest, dan gingen we er samen heen. Wat vond jij het leukst? Wat van vandaag? Wat vond je het mooiste, of wat was het, waar ben je tot de conclusie gekomen? Of? Het is een moeilijke vraag, ik weet. Het is allemaal heel verschillend. Ja, ik vind het wel interessant om met mensen te praten, maar ja. Ja, heel verschillend. En ik heb geen antwoord. Ik ga je met anders interviewen. Oh, ja. Oké, genoeg voor vanavond, het is laat. Wat we trouwens niet verteld hebben, is dat we vandaag Juliette en Marit er ook bij hadden. Want Juliette die was helaas ziek. Want die zou ook met ons meegaan, maar die was vandaag toch even een dagje langs gekomen. Dus die hebben we net op de trein gezet. Het was wel heel gezellig dat die er was. Ja. Alweer? Alweer. Je zou bijna conditie krijgen. Ja, bijna. Oké, nou tot morgen. Tot morgen. Doei!